Nogmaals hartelijk welkom allemaal bij deze webinar van Dankjewel. vrouwelijke genitale verminking met als onderwerp jongeren aan het woord. Mijn naam is Rina Toerab en ik werk sinds kort als junior projectleider bij VAROS binnen het VGV-team. Voordat we starten wil ik graag wat huishoudelijke mededelingen met jullie doornemen en uiteraard de agenda voor vandaag. Ik zal kort het programma voor vandaag met jullie doornemen. Ingrid van Elsen, senior adviseur en projectleider bij VAROS, zal iets vertellen over schadelijke praktijken in het algemeen. Daarna geef ik het woord aan Rukje Omer, projectmedewerker VGV bij AFSAM, Federatie Somalische Associatie Nederland. Zij gaat vandaag in gesprek met Yusra, een vierdejaars verpleegkundestudente, over de rol van jongeren in de aanpak van meisjesnijdenis. Zoals eerder aangegeven is aan het einde van elke presentatie ruimte voor vragen. Deze kunnen jullie in de chat zetten. Nu geef ik graag het woord aan Ingrid van den Elsen. Welkom allemaal. Fijn dat jullie aanwezig zijn op deze winterse zonnige dag. Waarvan je denkt, misschien moet ik toch een keer naar buiten. Maar ik ben bij VAROS, de projectleider Schadelijke Praktijken. En dat project voeren we uit in opdracht van VWS. Het valt onder het programma Huis Geweld Hoort Nergens Thuis. En VWS heeft haar eigen agenda schadelijke praktijken. En als we het over schadelijke praktijken hebben, in de terminologie van die VWS in ieder geval hanteert, gaat het om huwelijksdwang, achterlating, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis. En in het project zijn heel veel, onder het project vallen een aantal andere projecten. Vicky, wil jij naar de andere slide gaan? Oh, kijk. Ik zie hem nu. Ik hoop dat... Ja, dankjewel. En het project bestaat uit een voorlichtingscampagne, uit een e-learning. En daar vallen al die thema's onder. Ik noemde net de drie. Het zijn er eigenlijk vier. Soms kan je achterlating ook wel als een apart thema zien. En daarnaast hebben we registratiesystemen VGV. En dan gaat het om registratiesystemen bij de JGZ, bij de verloskundige en bij de huisartsen. Oh, ik hoor nog heel veel ruis. Zijn er nog mensen die hun microfoon niet op mute hebben gestaan? Dan is het fijn als dat nog kan. En we hebben de leidraad, dus zorg aan besneden vrouwen en meisjes, de leidraad VGV. Ik denk dat ik eventjes bij jullie, vooral over de voorlichtingscampagne, iets wil toelichten. De voorlichtingscampagne die doen we samen met 9 migrantenorganisaties. Ik denk dat die op de volgende slide staan. En die 9 migrantenorganisaties zijn onder andere ook EFSAN, waar Rukje ook bij behoort. De SMN, de Marokkaanse samenwerkende organisaties. 3 Turkse organisaties. Voice of All Women. Ik moet dat even nadenken. Mudawana, Kesban. Nou, we hebben in ieder geval geprobeerd om het hele spectrum waar schadelijke praktijken voorkomen, bij welke groepen, dat die in ieder geval betrokken zijn. Daarnaast zijn er 5 kennispartners, waaronder het knooppunt huwelijksdwang en achterlating, het landelijk expertisecentrum eergerelateerd geweld, 4, Veilig Thuis, de GGD. Nou, die hebben allemaal met ons meegedacht van als we nou die voorlichtingscampagne vorm gaan geven, waar moeten we ons dan op richten? En wat is dan belangrijk? En het doel is natuurlijk eigenlijk dat die schadelijke praktijken niet meer voorkomen. Eigenlijk willen we dat gebruiken. Nou, daarvoor hebben we een aantal sessies met deze partners aangeweid van nou ja, waarom, hè, wat is waarom komen deze praktijken voor, wanneer komen ze voor, bij wie komen ze voor en waar kunnen we dan het beste ons op gaan richten. En als je eigenlijk zijn er een aantal dingen die overkoepelend zijn. Het gaat vaak om eer, dus de druk van de gemeenschap, de groep speelt vaak een rol. En je kunt ook wel zien dat veel van die praktijken worden ingezet als kinderen dreigen te ontsporen in het oog, voor de ogen van, in ieder geval in de ogen, niet voor de ogen, maar in de ogen van de opvoeders. Dus als een meisje andere dingen wil dan dat de ouders willen, bijvoorbeeld buiten de gemeenschap trouwen of een relatie wil hebben of als ze in de ogen van de groepen van de familie te veel verwesten, dan zien we toch wel dat we soms met toch de huwelijksdwang of achterlating hebben. Dan laten we jou wel achter in het land van herkomst. Dan krijg je een soort heropvoeding. En dan komt het met jou wel goed.
En we zien eigenlijk ook wel dat dat met meisjesbesnijdenis ook steeds meer gebeurt. Als het niet op hele jonge leeftijd gebeurt, dan zien we ook dat het, als het meisje dreigt te ontsporen in de ogen van, dan zet men ook nog wel veel meisjesbesnijdenis in als ze al ouder zijn. Nou, met die groep hebben we gekeken, oké, wat moeten we dan doen? Nou, we zijn dus begonnen met de inhoud van, dus de doelgroep werd wat dat betreft de ouders. Want hoe kunnen we de ouders meer voorlichting geven over de schadelijkheid van deze praktijken? Zonder het vingertje te wijzen, het is slecht wat jullie doen, maar meer van, want het gebeurt altijd uit liefde. En wat hebben jullie dan nodig om voor andere keuzes te maken als jullie kinderen meer vrijheid willen? En dat is namelijk altijd het spanningsveld van meer vrijheid, zonder dat je je afzet tegen de groep. Inmiddels hebben we daar een campagne op bedacht. Ik zie het fotootje van de folder. Nu worden er ook die bijeenkomsten georganiseerd. Zijn er inmiddels 120 bijeenkomsten worden gedaan. We verwachten ongeveer zo tussen de 10 en de 20 mensen per bijeenkomst. En deze worden allemaal uitgevoerd door de migrantenorganisaties. En de invalshoek, zoals ik al zei, is opvoeden in vrijheid en omgaan met de sociale druk. We volgen een aantal van deze bijeenkomsten, een aantal van deze organisaties ook op voet. Om te kijken van, nou ja, wat heeft het voor effect? En alle organisaties vullen in ieder geval allemaal evaluatieformulieren in. Daarnaast hebben we bedacht, ja, maar als we dit doen, als we deze keuze maken voor deze groep, dan moet er eigenlijk ook voor de potentiële slachtoffers een sociale mediacampagne komen. En die zijn we nu aan het opzetten. Daar zien jullie een klein fotootje van. Ik had gehoopt om daar nog het eerste filmpje al van te kunnen laten zien, maar we zijn nog in ontwikkeling. En eigenlijk richten we in de social mediacampagne ons meer op de jongeren. En daarin ook van, je hebt recht op nee. He, dat is allemaal, de schadelijke praktijken heten zo, omdat ze allemaal voor de wet strafbaar zijn in Nederland. En eigenlijk willen we de jongeren die er eventueel mee te maken krijgen, of in hun omgeving, dus vrienden of vriendinnen, van je hebt het recht om nee te zeggen. Zonder dat je je afzet tegen je ouders, is het toch wel, je hebt het, en je bent daar ook niet alleen in. Dus dat is een beetje waar we de sociale mediacampagne op richten. De mensen die daar, en die doen we samen met een aantal jongeren. Dus we hebben daar een jongerencampagne, een jongerenpanel bijgezet. En die denken met ons mee. En die kijken ook van, nou, spreken deze beelden aan? Zou ik hierop klikken? En achter deze filmpjes, socials, zit dan ook een website die ze doorverwijst. Van, wil je nog meer weten? Dan kan ze worden doorverwezen naar relevante organisaties zoals VIA, LKHA, Veilig Thuis. Nou, Veilig Thuis zit er geloof ik niet in. Nou ja, VAROS natuurlijk als het gaat om VGV of EFSAM. Dus dit is een beetje wat we doen bij de voorlichtingscampagne als het gaat om schadelijke praktijken. En waarom we deze keuzes, deze invalshoek hebben gemaakt. En dan hebben we ook nog een e-learning ontwikkeld. Die staat op de volgende slide. En deze hebben we eigenlijk voor, die is voor de professionals. Ik hoop eigenlijk dat er een paar luisteraars zijn die hier al iets van, die deze misschien al hebben gedaan. Maar samen met de kenniscentra en met Algeo hebben we deze e-learning gebouwd. En dat is eigenlijk een beetje een basiscursus waarin je in de basis leert, wat zijn nou deze schadelijke praktijken? Waarom komen ze nou voor? Wat kan je doen? Hè? Signaleren en wat is je handelingsperspectief? En ook nog een hoofdstuk als het gaat om de meldcode. Het is een interactieve cursus. Hij kan gedaan worden via Algeo, maar je kunt het ook terugvinden bij ons op de VAROS website. En hij is echt bedoeld voor de professionals in de JGZ, de GGD's, de politie, maar ook onderwijs, leerkrachten. Het is vooral omdat je er iets van weet. En als je meer de verdieping zoekt, wordt daar ook naar verwezen. Volgens mij moet ik een beetje doorpraten, want anders hebben jullie geen tijd meer voor de vragen. Zijn er al vragen in de chat, Sherina? Nee, ik zie nog geen vragen in de chat. Oké, misschien is er iemand die al deze training heeft gedaan, deze e-learning. Of er al mee bekend is, dan zou ik het leuk vinden als hij daar iets over zou willen vertellen, hoe die heeft ervaren. Feedback is altijd fijn als je iets bouwt. De struggle was hier wel in van nou schadelijke praktijken, wat is daar nou een paraplu? En de paraplu die we hebben gevonden is eigenlijk een beetje eer. Het is natuurlijk VWS, en het voelt zo. Vraag de Aspraga. Ja. Ah. Lachen we die. Oké. Welke zijn de 5 kennisorganisaties? Oh ja, de kennisorganisaties, dat zijn, die noemde ik net, dat is 4. Die zijn vooral eergerelateerd geweld en huwelijksgeweld thuis, huiselijk geweld. LKH, het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.
Het LEC EGG, dat is het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld. En dat is van de politie. Movisie heeft meegedacht, omdat hij ook een sociale... ook werk over zelfbeschikking. En zij werken samen met de Alliantie Verandering van Binnenuit. En ik vergeet erin. Oh, de GGD Gor. Dat is de koepel van de GGD's. Nog iemand een vraag? Oh ja, ik kan nog even de leidraad. Laat ik daar nog even iets over. De leidraad hebben we, als het gaat om de leidraad, om die meer bekendheid te geven. Want wij zien toch wel dat de leidraad VGV bij de zorgprofessionals toch nog niet overal bekend is. Of ze weten hem niet te vinden. In juni hebben we daarvoor een webinar georganiseerd. En het leuke is, en voor dat webinar hebben we ook een patiëntreis gemaakt. Waarin dus in een filmpje elke keer wordt verteld van... zij komt bij de dokter en met welke klachten ze bij de dokter komt, of bij de verloskundige, of bij de gynaecoloog. Dus dat is op zich, deze filmpjes kunnen jullie kunnen ook gebruikt worden om bijvoorbeeld het gesprek te openen. En dat zou je dus ook kunnen gebruiken. En we hebben het VGV-filmpje van Elk Meisje Telt. Dat ging natuurlijk meer over de prevalentiecijfers. Maar we hebben ook het filmpje, nu meer een algemeen filmpje van VGV gemaakt. Die is ook weer terug te vinden op onze website. En ik merk dat, en we zijn dus nu veel meer in gesprek, ook met de verloskundigen, maar ook met de onderwijsinstellingen, hoe we deze leidraad en de zorg voor meisjes en vrouwen die besneden zijn, hoe we die toch kunnen verbeteren en kunnen signaleren op basis van de klachten die men heeft. En daardoor, deze is ook wel heel erg op de professionals gericht. En ook wel met het advies, zet vooral ook sleutelpersonen in. Want we merken toch dat de meeste professionals nog zitten met bespreekbaar maken. En daar hebben we natuurlijk ook de training bespreekbaar maken VGV voor. Volgens mij moet ik het hierbij laten, om een beetje binnen mijn tijd te blijven. En kijken of jullie nog vragen hebben aan de hand van... wat we doen binnen schadelijke praktijken, wat jullie misschien nog, wat ik nog nadere toelichting, willen jullie misschien nog hebben. Dus als het gaat om de jongeren, dan hebben we in ieder geval nu de social media campagne vooral ingezet. Om te kijken hoe we deze groep ook beter kunnen bereiken en ook om met hun daarover in gesprek te gaan. Ik hoop dat dit dan ook weer, die social media campagne, weer filmpjes oplevert die misschien ook straks weer in het gesprek met de jongeren gebruikt kunnen worden. Sarina, als er verder geen vragen zijn? Ik luid. Maar wie weet komen die nog aan het eind? Poppen die misschien nog op? Dan geef ik het woord aan jou. Ja. Nou, ik zag geen vragen meer in het chat. Maar stel als er nog vragen opduiken voor Enigvert, kun je die nog in de chat zetten. Is er een actueel overzicht van gynaecologen met aandacht van VGV? Dat is nog wel de... Nou, die hebben we volgens mij nog niet. Maar daar kunnen we natuurlijk wel aan werken. Dus dat is een hele goeie. Nu je dit zegt, is het ook wel goed om te zeggen dat we binnen ook nu een netwerk hebben van huisartsambassadeurs. Die zich meer willen gaan inzetten om VGV binnen de opleidingen, dus of bij de nascholingen of de opleidingen tot huisartsen, meer aandacht te geven voor VGV en de klachten die daarbij horen. En van over oud is op zeer jonge leeftijd, gaat het om meisjesbesnijdenis? Volgens mij is dat al, daar kan Roekio zo meteen beter antwoord op geven, denk ik. Yes. Ik denk, het is soms al, in sommige culturen is volgens mij meisjesbesnijdenis al in het eerste levensjaar. Dankjewel Ingrid. Ik zal dan het woord aan Roekio en Justra geven. Beste kijkers en luisteraars, welkom. Dankjewel Ingrid voor de inleiding en Sharina voor de moderating vandaag. Ik ben niet meer, vandaag zit ik met Lady of the Hour Justra. Mm-hmm. Met Justra ga ik in gesprek. Dat was aan mij. Ja? Oh, ik hoor wat geluiden, maar niet meer. Ja. Zo gaan we eigenlijk in gesprek in hoeverre meisjesbestrijdenis bespreekbaar is binnen de jongeren. En hoe effectief is het bereik van de professional. Hoor je ze nu? Deze doelgroep. Knijn, hè? Sarina, ik hoor best wel veel geluiden er doorheen. Iedereen op mute is, ja. Nou, allereerst dankjewel Justra dat je vandaag hier in Utrecht aanwezig wou zijn om een gesprek met mij aan te gaan over dit onderwerp. Allereerst heel veel respect en echt met dank dat je vandaag bij ons
in gesprek wilt gaan. Er zou een ander leeftijdsgenoot van jou aanwezig zijn hier. Die kon helaas door omstandigheden vandaag niet aanwezig zijn. Ja. Dus dan gaan wij samen in gesprek en dan wordt het een leuke crosstalk. Ja. Ja? Dus laten we eerst beginnen met de kennismaking. Wie is Yusra? Kan je ons een beetje wat over je achtergrond vertellen? We hebben natuurlijk al een inleiding gehad van Sharina. Mm-hmm. Maar vertel in je eigen woorden, wie is Yusra? Nou, mijn naam is Yusra. Ik ben 24 jaar oud. Ik woon in Den Haag. Daarnaast studeer ik ook in Den Haag. Verpleegkundige, 4 jaar. In mijn vrije tijd organiseer ik samen met de Stichting Sonica. Die echt al jaren heel veel organiseert voor de samenleving. Evenementen. Of dan woon ik evenementen bij. Waaronder VGV, waar we het vandaag ook gaan hebben. Ik vind het hartstikke leuk om PGV tegen te gaan. En eigenlijk daar aan de hand van die evenementen te laten zien dat ze vooral niet alleen zijn. En dat wij ook een stem hebben. En in mijn vrije tijd vind ik het gewoon leuk om wat met familie en vrienden te doen. Ja. Okay. Ja. Nou, dankjewel. Je bent al een tijdje actief. Vanuit EFSAM doen we natuurlijk de werving en de training van de sleutelpersonen als het gaat om deze onderwerpen, om het bespreekbaar te maken binnen de gemeenschappen. Volgens mij heb jij een training ook gehad, toch? Ja. Zou je wat meer kunnen vertellen over jouw training? Ja. Die, die training was ongeveer 2 jaar geleden. Het was tijdens corona-periode. Ja. Ik moet zeggen, ik heb nooit eerder, ik heb wel eens gehoord over meisjesbesnijdenis, maar nooit echt verdiept erin. En door die training ben ik echt heel veel, ben ik eigenlijk over van alles, eigenlijk in alle verschillende gebieden achtergekomen, dat het gewoon eigenlijk niet kan, het kan eigenlijk helemaal niet. Ja. En vooral wat je eigenlijk achterlaat bij zo'n dame. En dat was eigenlijk mijn eerste keer dat ik over dat had gehoord. Die training was echt top. Het heeft me echt zoveel gedaan, waardoor ik dus nu nog steeds bezig ben met het bestrijden van VGV. En het bespreekbaar maken van meisjesbestrijdenis binnen de jongeren. Als jij nu, voordat je die, je hebt natuurlijk na die training heel veel kennis opgedaan als het gaat om meisjesbestrijdenis. Niet alleen als het gaat om gezondheidsklachten, maar ook in de landen waar het in voorkomt allemaal. En wereldwijd wat de cijfers zijn. Kan jij nog herinneren wanneer je het voor het eerst in aanraking kwam met dit onderwerp? Ja, voor het eerst was het toen ik 15 jaar was. Tijdens de maatschappijles kregen we dan een filmpje te zien over verschillende culturen, waaronder Somalië. En die filmpje ging dus over een meisje dus die besneden was. En zij ging eigenlijk haar verhaal doen. Dat was mijn eerste keer dat ik echt hoorde over meisjesbesnijden. Dus ik heb nooit eerder gehoord over dat de meisjes worden besneden in Somalië. En het was eigenlijk een hele korte filmpje en dat was het. Er werd niet echt over gepraat. Het was gewoon, dat gebeurt in Somalië en dat hoort bij de cultuur. Ja. En achteraf hoorde ik ook wel een paar opmerkingen in de klas. Van, ben je ook besneden? Want ja, ik ben Somalisch. En er werd gelijk een stempel opgezet eigenlijk. En ik kon niet zeggen wat het was. Ik wist niet dat er verschillende types waren. Ik wist niet hoe het werd gedaan en waarom het werd gedaan. Mm. Het was gewoon de eerste keer. En die training van 2 jaar geleden heeft het duurde ongeveer, het waren in twee delen. Mm-hmm. En het eerste deel hebben ze ook gezegd waarom het werd gedaan. Er waren ook mensen in die kwamen naar die evenement die het hebben meegemaakt. En aan de hand van die verhalen en die typeringen en de reden daarachter, vond ik het echt gewoon niet kunnen eigenlijk. Het is gewoon, je doet zoveel pijn aan zo iemand en pijn is gewoon levens. En als je dan terugdenkt aan, je zit dan als een Somalisch meisje in een klas tijdens maatschappijles, ben je 15 jaar en dan heb je een docent die dan over taboe onderwerpen en
bepaalde tradities binnen bepaalde culturen. Dan was er natuurlijk niet alleen meisjesbesnijding, maar ook andere culturen die als voorbeeld werden genoemd. Hoe voel jij je dan op dat moment? Kan je dat nog herinneren? Ja, ik schaamde me een beetje, omdat het dus in mijn cultuur wordt gedaan. En ja, mensen zien het gewoon als oké, Somalië meisjes worden besneden. Het is zeg maar gewoon heel stigmatiserend eigenlijk. Ja. En ik zou eigenlijk, wat ik anders zou willen toen de tijd was, dat de docent bijvoorbeeld ook meer zei van waarom het werd gedaan. En dat het eigenlijk niet hoort zo. Ja. Het is eigenlijk cultuur. Gewoon wat het doet met het kind. Gewoon meer achtergrondinformatie. Ja, en vandaag luisteren natuurlijk ook heel veel, waarschijnlijk ook een paar docenten mee. Een paar andere professionals die echt brengt vanuit GGD. Vanuit GGD, jeugdzorg, noem maar op, buurt, wijkteams, et cetera. Dit onderwerp bespreken blijft natuurlijk altijd heel moeilijk. Wat denk je dat professionals, en dan als je dan terugkijkt met de kennis die je dan vandaag hebt, en hoe jij je voelde op dat moment als een 15-jarige meisje in de maatschappijles, welke advies zou je aan professionals willen meegeven of welke aanpak kunnen professionals aannemen om dit onderwerp toch wel bespreekbaar te maken? Ja, ik kan me voorstellen dat een meisje of een dame die dus naar een arts is of naar een professional is gaan, huisarts, echt heel veel heeft nagedacht voordat ze kwam. Ze heeft natuurlijk heel veel schaamte. Fysieke, mentale problemen, denk ik, waarom ze naar een huisarts is gegaan. Dus ik zou eigenlijk allereerst goed aanhoren, luisteren, oor bieden, wat de situatie precies is. En eigenlijk aan de hand van dat, in plaats van dat je dan de reden vraagt van waarom ben je besneden, dat je gewoon een beetje luistert naar diegene en dan aan de hand van dat passend advies geeft. Dus het kan zo zijn dat diegene bijvoorbeeld niemand kent in de omgeving waar ze dan terecht kan. Dus daarom naar de huisarts is gegaan. Dat de arts bijvoorbeeld of de professional gewoon zegt van misschien een vertrouwd persoon in een omgeving waar je dan het verhaal bij nog maar kwijt kan. Of misschien ergens voorlichting, evenementen of zo waar ze bij kan wonen. Om gewoon te laten zien van, ik sta hier niet alleen voor. Dus eigenlijk dat ze de oordeel weghalen. Dat ze gewoon goed luisteren, moet je dan aan. Maar dat ze ook specifiek kijken naar de hulpvraag. Ja. Waar die persoon dan echt voor komt. En dan het neem ik aan dat je dan bedoelt met de hulpvraag qua gezondheidsklachten. Ja. Dat je zegt van de persoon heeft al veel onderzoek gedaan of veel gelezen of veel nagedacht voordat ze überhaupt die stapje maakte om naar de huisarts te gaan over hun gezondheidsklachten wat betrekking heeft tot meisjesbesnijden is. Mm-hmm. Je geeft natuurlijk ook wel eerder zei je van dat schaamte. Ik kom wel eens meiden tegen in mijn omgeving, ook in het werk wat ik doe. Want net als jou ben ik een stuk ouder. Maar nog wat op jonge leeftijd was ik actief in de strijd tegen meisjesbesnijdenis. En dan tot heden kom ik ook nog steeds wel meiden tegen die verschillende types hebben meegemaakt. Maar ook de type 3, waaronder van jouw leeftijd, die dan in Somalië zijn besneden. En dan beantwoord ook de vraag die eerder in de chat voor naar voren komen, op welke leeftijd gebeurt het? Ja, als we kijken specifiek naar de Somaalse gemeenschap, komt het tussen de 4-6 jaar voor. Maar dan heb je ook andere gemeenschappen waarin het als een baby voorkomt of als op oudere leeftijd. Maar dan terug op de vraag van, dan komt het op, kom ik wel eens meiden tegen die door schaamte eigenlijk stille pijn lijden. Dat ze niet de hulp durven te zoeken waar ze eigenlijk binnen Nederland recht op hebben en de mogelijkheid hebben om ook hulp te krijgen.
Maar dan hadden we net over stigmatiseren, hoe jij je voelde in de les van de maatschappij. Dat heel veel meiden bang zijn om de label te krijgen van straks komt iedereen erachter in een westerse samenleving dat ik besneden ben en dat er hoe ernaar wordt gekeken. Wat zou, kom je dat ook wel eens tegen? En welke advies zou je dan willen geven aan meiden die misschien vandaag eventueel meeluisteren, die dan met dat schaamte zitten? Ik moet zeggen dat ik dat niet echt tegenkom. Dat schaam. Ik heb wel eens gehoord dat ze dan bijvoorbeeld angstig zijn om te trouwen of kinderen te krijgen vanwege de situatie. Maar als ik een advies kon geven, is het vooral dat je niet alleen staat. Je staat er niet alleen voor. Het is ook niet je keuze geweest. Het moest gewoon eigenlijk vanwege de cultuur, wat ze zeggen. En, of geloof. Of geloof, ja. En dat je dan eigenlijk door te praten met een vertrouwd persoon in je omgeving, die waarschijnlijk ook besneden is, of gewoon iemand die je vertrouwt, gewoon erover te praten. Dus praat er vooral over. En uiteindelijk, hopelijk, leer je er soort van mee om te gaan. Mm-hmm. En dan kan je het een plekje geven en weer andere dames helpen. Mm-hmm. En dan je verhaal zo te vertellen. Dus dan help je elkaar alleen. Ja, absoluut. Ja. Nou, dankjewel. Je geeft wel aan, je komt niet de schaamte aspect tegen, maar je komt wel angst tegen. Ja, ik heb wel. Zou je daar voorbeeld van kunnen noemen in de situatie hoe dit onderwerp dan binnen de jongeren wordt er over gesproken? Ja. Kijken vanuit gezien jouw antwoord hierop. Ja, ik heb wel eens gehoord dat dames bijvoorbeeld angstig zijn om te trouwen. Of dan willen ze het liefst, hebben ze echt een kinderwens, willen ze zoveel kinderen, maar zijn ze gewoon bang vanwege de pijn. Of het kan ook zijn dat ze dan bijvoorbeeld verleden niet hebben goed, dat niet goed hebben verwerkt. En ja, dat heb ik wel eens gehoord. En wat ik dus toen de tijd heb gedaan is gewoon, ik moet zeggen dat het voor de training was. Dus ik had niet, wist niet echt wat voor type ze, ik dacht van ik ga gewoon even een luisterende oor bieden. Ik vond het zielig, want ja, ze heeft natuurlijk heel veel mensen die haar een beetje, hoe zeg je dat? Belemmeren. Belemmeren, ja. En ik had daar dus eigenlijk gewoon een luisterende oor geboden. En zo vertelde ze me haar verhaal. Ik vond het heel erg. Ik vond het ook heel zielig. Dus ze was op dat moment eigenlijk in onmacht dat je niet precies wist wat je haar kon adviseren. Ja, ik wist niks. Ze vertelde het me wel, maar ik wist niet wat ik moest zeggen. Want ze vertelde over de pijn en dat ze bang is dat ze dan dood gaat doen. Ja. Of gewoon al die complicaties erbij kon kijken. Maar ik ging daar gewoon even luisteren en ik zei dat het goed gaat komen. En dat ze er ooit die wens ooit uitkomt. Dat moet wel heftig zijn geweest voor je zo'n gesprek aangaan. Ja, ik was toen ook 18. Ja. Het was echt heftig. Het was wel heftig. Ja. Maar ik ben blij, want kijk, uiteindelijk, ze heeft haar kinderen. Ja. Ze heeft het waarschijnlijk een plekje gegeven. Misschien heeft mijn gesprekje het wel geholpen. Dat ik even ging luisteren naar het verhaal. Misschien heeft dat wel geholpen. Ja. Want ze is uiteindelijk toch wel gaan trouwen en heeft kinderen. Dus het was gewoon de angst die ze had toen. Als je hebt die training gevolgd, gaf je aan. Met alles wat je hebt geleerd van die training en de kennis die je vandaag hebt. En ik moet zeggen, ik vind het krachtig dat je vandaag hier naast me zit. En dat je hierover durft te praten. En dat je met mij in gesprek hierover wou gaan. Met de kennis wat je hebt, want afgelopen jaar heb je echt best wel goed ingezet als een jonge dame in de strijd tegen VGP. En dan bij Soneca doen jullie ook bijeenkomst organiseren, podcast van wat ik ook over taboegesprekken, alles. Met de kennis die je dan vandaag hebt, wat had je haar kunnen adviseren? Want op dat moment kon je haar alleen luisterende oor bieden.
Maar nu heb je natuurlijk veel meer kennis en weet je ook de aanbod in Nederland als het gaat om zorg voor besneden vrouwen. En niet alleen de wetgeving, ook de preventie, niet alleen de preventie komt, maar ook de nazorg. Wat had je dan haar kunnen adviseren? Dus na die training ben ik eigenlijk ook, door die training ben ik erachter gekomen dat er ook een plekje is voor dames die besneden zijn en vragen hebben. Het is in de Haga ziekenhuis. Haga ziekenhuis, ja. Daar kunnen die dames dus terecht met alle vragen en onzekerheden die ze hebben. Dus wat ik haar dan zou aanraden, ik zou haar sowieso haar verhaal gewoon goed aanhoren. En ze ging ook ongeveer vertellen, ongeveer omschrijven wat voor type ze had. Nu weet ik wel wat voor type ze had, maar toen op tijd wist ik dat niet. Dus ik zou haar gewoon echt vertellen dat ze er niet alleen voor staat. Dat ze met vragen altijd bij mij terecht kan komen. Want nu weet ik natuurlijk meer. Ik heb meer kennis en ik heb heel veel training gevolgd. Dus dat ze dan vooral bij mij terecht kan komen. En ik zou haar ook adviseren om een keer naar het Haga ziekenhuis te gaan voor die nazorggesprek. Voor die nazorgspreekuur. Dat kan elke maandag als het goed is. Is er een inloopspreekuur. In Haga ziekenhuis. Dus dan zou je haar adviseren om naar de nazorg te gaan. Ja, en daarnaast houden wij ook twee keer in de maand organiseren wij dan evenementen, waaronder VGV en taboe onderwerpen. Het kan ook voor alles gaan. Mm-hmm. En ik zou haar ook een keer uitnodigen om zo'n evenement bij te wonen. En er kunnen waarschijnlijk ook anderen zijn die ook besneden zijn of dat hebben meegemaakt. Waar ze dan misschien haar verhaal of onderling even een gesprek kunnen aangaan. Zie je dat ook daar echt daar behoefte aan is? En hoe kunnen we eigenlijk dan jongeren nog meer bij betrekken om dit onderwerp bespreekbaar te maken? Om gewoon... eerlijk gezegd, die training heeft me echt geholpen. Dus eigenlijk meer trainingen. Meer over praten. Ja. En onder jongeren ook eigenlijk... dus die evenementen organiseren en laten zien van dat dit hier bij hem stoppen. Mm-hmm. En dat je als je de nieuwe generatie dan eigenlijk, dus wij denk ik, vertelt wat de gevolgen kunnen zijn, mentale, fysieke gevolgen, gezondheidsklachten. En dat het gewoon niet hoort bij de cultuur, ook niet bij geloof. Dat wij eigenlijk wel kunnen ervoor zorgen dat het stopt. Maar het moet wel natuurlijk breder aangepakt worden. Mag ik vragen hoeveel jongeren er actief zijn? Daar in Den Haag, geloof ik. Wij zitten in een groepje van vijf jongeren. Mm-hmm. En dan zo'n evenement komen er ongeveer tussen 15 en 20 jongeren. En onze groep heet dus Youth Changemakers. En die is opgericht door de stichting Sonica. En wij organiseren dan zulke bijeenkomsten waar jongeren dan kunnen komen. En En dan want waar veel professionals, en ik hoop dat er daar misschien meer vragen vanuit onze deelnemers komen. Jongeren bereiken blijft natuurlijk een uitdaging om jongeren echt mee te nemen in dit strijd en in de aanpak. Welke rol kunnen jongeren spelen, denk je, in de aanpak tegen meisjesbesnijdenis en VGV? Maar ook, hoe kunnen jongeren geworven worden om echt mee te doen? Want ik weet nog toen de tijd vanuit... Toen ik op jonge leeftijd heel actief was, en dan heb ik met name over jonge mannen ook, dat ze zoiets hebben van, onderwerp, dat hoort echt bij vrouwen nog steeds. Dus ik vind het jammer dat er zo naar wordt gekeken, maar dat het echt moeilijk was om activiteiten of trainingen te organiseren als het gaat om meisjesbesnijding. Dat omdat het zo'n gevoelig onderwerp is, maar tegelijkertijd ook een beetje taboe, omdat er dan ook een stukje seksualiteit bij komt kijken en dat het binnen de gemeenschap dat nog steeds eigenlijk een taboe is.
En hoe denk je dat we dan jongeren nog meer mee kunnen krijgen? En dan had je over evenementen die worden georganiseerd. Hoe moet ik dan zo'n evenement zien die ze echt ook daadwerkelijk aantrekt? Dus wij als groep organiseren dus wat ik zei, evenementen. Het moet wel actief zijn. Dus dan de eerste, het duurt meestal 3 uurtjes. Mm-hmm. Eerste half uur gaan we echt verdiept praten over wat het wordt, wat het precies is. Eigenlijk achtergrondinformatie. En dan aan de hand van dat proberen we ook iets actiefs te doen. Dus stellingen. Zodat we een soort van debat kunnen voeren. Mm-hmm. Aan de hand van het debat kom je ook echt achter andere meningen. En waarschijnlijk is iemand bijvoorbeeld die voor is. Ja. En de ander tegen. En dan kan je zo eigenlijk meningen wisselen. Ja. We hebben ook podcasts. Dat is ook heel populair onder de jongeren. Okay. Dus dat kan ook. Dat doen wij ook. Dus dat moeten we eigenlijk een ontmoetingsplek ook regelen waar de jongeren bij elkaar kunnen zijn en dan hun meningen kunnen delen. En we proberen ook eigenlijk iedereen een beetje welkom te heten. Dus zodra ze komen naar ons, dat we niet zeg maar, ze zijn gewoon vrij om alles te zeggen en mening te wisselen. En dus ja. Daar zijn we van. Ja, dan ben ik wel benieuwd naar, je zei dat je dan ook wel eens iemand kan komen, die er ook voor is, voor meisjes op stress. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, dat heb ik echt een keer meegemaakt. Dat was ook bij een van onze bijeenkomsten. En ik moet zeggen dat het wel echt shockend was. Want ik had eigenlijk verwacht, dus door die debat kwamen we achter, dat er ook mensen in het publiek waren die ervoor waren. Dus ik was eigenlijk een beetje in shock. En hij labelde er eigenlijk geloof erbij en het hoort zo. En het meisje moet gewoon besneden worden vanwege, het staat gewoon in de Koran, zei hij. En het was wel een heftige discussie. Maar uiteindelijk begrepen wij, of hij begreep ook waarom wij dat erg vonden. Want het kan echt gezondheidsklachten veroorzaken voor een jonge dame. En ik moet zeggen, hij is er nog steeds voor. Maar het komt gewoon puur omdat zij zeggen dat het in de Koran staat. Maar dat is dus niet zo. En dan hoe ga je dan ermee om als iemand zo echt een open voorstander voor is? Ja, dat vraag ik als eerste van, oké, er staat in de Koran. Maar weet je wel wat het kan doen met zo iemand? Weet je wel wat de verwerkingsproces is voor zo'n jonge dame die dat heeft meegemaakt? En dan kan je wel zeggen van het staat in de Koran, maar het kan echt slechte, negatieve gevolgen hebben voor zo iemand. Ja. En daar moet diegene dan ook een beetje alert op zijn, vind ik. Ja, absoluut. Maar wat ik hem soms ook een beetje zorgwekkend vind, dus als ik zo'n persoon in gesprek mee zou gaan, is dan, je hebt natuurlijk ook de training gehad, zei je, en dan hebben we over de preventie gehad en de wetgeving dan daarvoor, dat het eigenlijk verboden is in Nederland, maar ook als het in het buitenland uitgevoerd wordt. De hele reden dat we ook met jongeren graag in gesprek willen gaan, is, ja, je bent dan de toekomstige ouder. Mm-hmm. Dus deze man kan zo zijn dat hij over enkele jaren een vader is van een dochtertje. En dan, dan heb je iemand die een voorstander is. Hoe zorg je ervoor dat die persoon dan, betrekken jullie zo'n persoon er vaker bij om uit te nodigen, om vaker deel te nemen? En ja, wordt er nog verder besproken in op andere manieren? We betrekken sowieso iedereen, eigenlijk iedereen is welkom bij ons. Maar ik moet zeggen dat het alleen één keer is gebeurd bij ons. Oeh. Maar tegen zo iemand zou ik ook willen zeggen, als dat bijvoorbeeld in het vervolg nog een keer voorkomt, dat ik dan zeg van oké, dat meisje is dus Somalisch, in Somalische cultuur opgegroeid. Ik ben ook Somalisch, zij is besneden. Ik ben niet besneden. Wat is de verschil? Het heeft ons niet beter gemaakt. Ja. Of er is geen onderscheid tussen. Ja. Ze zeggen dan in de cultuur dat de meisje als ze besneden is, dat ze echt een vrouw is.
dat ze kan trouwen. Ja. Dat ze dan zoveel kinderen kan krijgen. Maar ik kan dat ook. Dus wat voor onderscheid is er? Mm-hmm. Een meisje heeft alleen pijn. Pijn geleden. Ja. En gaat nog meer pijn leiden. Ja. Dus het heeft echt helemaal niks met de cultuur te maken, vind ik. En ook niet met geloof. Het moet eigenlijk gewoon stoppen. Ja, nee, absoluut. En ik hoop dat met mijn stem en de jongeren met wie ik werk, gewoon eigenlijk streven wordt eigenlijk. Dat er gewoon meer over het onderwerp gepraat kan worden. Ja. Zodat we er iets aan kunnen doen. Want het gebeurt ook nog steeds. Ja. Nee. Dankjewel, Yusra. En dan wil ik heel even ingaan op dat stukje van de social media. Wordt er op social media, kom je dat wel eens tegen, dat iets over meisjesbesnijdenis of een campagne tegen meisjesbesnijdenis? En hoe zie jij dat? Ik heb wel van die fragmenten gezien op social media over een dame die dan over praat. En welke kanaal moet ik dan bij voorstellen? Het is gewoon Instagram, dat ze dan gewoon die korte De reels van Instagram, ja. Oké. Dat heb ik wel eens gezien, maar nooit echt campagnes. En wat voor fragmenten zijn het, als ik vraag me? Ja, dan praat ze over situatie in het verleden, wat was voorgekomen bij haar. En haar gevoelens die erbij kwamen kijken. En dat ze er eigenlijk nog steeds onder lijdt. Dus dan kom je eigenlijk persoonlijke vragen tegen van survivors. Ja, meiden precies. Die het hebben overleefd. Ja. Zijn er ook, dan kijk ik vanuit dingen die jullie dan ook doen als jongeren om dit bespreekbaar te maken. Denk je dat er een ruimte is op social media dat ook dat er iets meer gedaan kan worden? Behalve jonge meiden die hun persoonlijke verhaal kwijtraken. Dat is natuurlijk voor hen ook een manier om mee om te gaan, dat ze ook de zich empowered voelen om eindelijk erover te praten. En dan elke vrouw heeft haar eigen manier van dingen verwerken of dingen erover praten. En ik vind het heel knap dat er vrouwen zijn die daarvoor kiezen. En dan, maar als het gaat om de hulp die dan wordt aangeboden, dat ze ook dat er hulpopties ook via, juist omdat de jongeren dan echt op die social media kanalen zitten en hun verhalen voordragen. Wat zou jouw advies eigenlijk zijn? Dan komt het daarop neer. Wat zou jouw advies zijn voor ons bijvoorbeeld, of voor VAROS, of iedereen die met jongeren werkt en campagnes heeft, als het gaat om social media? Of zijn er dingen die op de don'ts eigenlijk, de do's en de don'ts van de social media. Oké. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet echt op social media veel gezien over De preventie ervan en de voorlichting, ja? Ja. We hebben dan wel een Instagram page, Youth Changemakers, waar we dan al onze evenementen en alles op zetten. Dus we kunnen eigenlijk meer op social media zetten over hoe we dat kunnen voorkomen. Mm-hmm. En ik vind ook belangrijk wat de effecten, wat een effect kan hebben bij zo'n iemand. Mm-hmm. Om zo, dat is eigenlijk best wel een boeiend onderwerp. Het trekt waarschijnlijk ook jongeren aan. Mm-hmm. Als je dan gewoon meer verdiept erover gaat denken. Ja. En hoe moet ik dat zien, dat verdieping? Nou, gewoon door bijvoorbeeld op Instagram posts te zetten van over een meisje bijvoorbeeld die besneden is. En dan daar een quote of zo van hoe ze erbij zit, wat ze van denkt bijvoorbeeld. Mm-hmm. En gewoon misschien verhaaltjes. Een stukje verhaal of een tekst over iemand die dat heeft meegemaakt. Ja. Dat trekt ook jongeren aan. Mm-hmm. Om daar wat over te doen. En effecten ook. Ja. En ook, denk je dat social media ook jongeren kan informeren ter bescherming van zoiets? Weet je wel? Dan ga ik, als ik dan voor me zie een gezin met
Een gezin van 2 kinderen bijvoorbeeld. Eentje is dan net 3 of 4 jaar. En een wat oudere dochter die 15, 16 is en wel op social media actief is. En dat ze eigenlijk gevaren ook kan herkennen. Van, die kunnen leiden dat als haar moeder of haar ouders een voorstander zijn. Of haar familie. Maar kan ook van iedereen zijn natuurlijk. Die een voorstander zijn van meisjesbestrijding. En de bescherming van haar dochter. Die dan zoiets vormen. Denk je dan dat social media ook een rol kan inspelen in het beschermen van jongeren? Zeker. Social media kan je eigenlijk heel veel dingen op zeggen, want het is tegenwoordig een hele trend. Alles wordt op social media gezet. Dus aan de hand van zulke filmpjes of stukjes tekst of een meisje of zo je maakt een foto en dan een quote erbij. Dat kan allemaal jongeren aantrekken. Mm. En eigenlijk voor zorgen dat ze wat meer alert zijn over wat er eigenlijk kan gebeuren. En welke social media kanalen hebben we dan? Wat is nou echt een trending? Instagram. Instagram, oké. Okay. Of TikTok. Oké, TikTok. Dat je dan gewoon stukjes, fragmenten zet over dames bij wie het is voorgekomen. En dan die dan rolmodel kunnen zijn voor meiden die je niet open durven te hebben. Ja, en dat je daarbij ook een beetje zegt wat effect kan zijn. Dus bij de klachten. De klachten, ja. Okay. Dan wel dat is ook een soort van eye-opener voor de jongeren. Dus dat zou jou wel triggeren om te blijven kijken. Ja. En dat we er iets aan moeten doen, want anders blijft het, want het loopt nog steeds aan. Ja. Doe jij dat ook? Ik moet jullie even helaas onderbreken. Sorry. Even voor de tijd. Je hebt echt een hele leuk gesprek. Het gaat heel soepel. Misschien een minuutje of zo, of jullie even kunnen afronden? Ja. Is dat goed? Dan kunnen we naar de vragen. Ja, oké. Okay. Ja, is dat precies? Oké, okay, is goed. Ja, laten we verder over de social media. Ja, nee, helemaal goed. Nou, één ding wat ik wel laat. Natuurlijk met de landelijke knooppunt voor huwelijksdwang en achterlating weet ik dat ze voor de jongeren best wel een grote campagne hadden om te voorkomen dat achterlating niet gebeurt of dat jongeren weten bij wie ze terecht kunnen voor hulp. Achterlating is nog, ben je daar bekend mee, achterlating? Mm. En dan, anders zeg ik het in het Somalisch, dat zou je dan sneller herkennen, denk ik. Dat een Alice? Yeah. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, in Nederland had Ingrid erover. Binnen de schadelijke praktijk is ook achterlating, wat de laatste jaren best wel veel aandacht krijgt. De preventie ervan en het voorkomen dat jongeren worden achtergelaten. Nou, vanuit de Somaalse gemeenschap weet ik dat dit al heel lang gaande is. Hoor je daar wel eens wat over en zou je daar kort iets over willen vertellen, wat het precies dan is? Ja. Dus hoe speelt dat onder de jongeren en in hoeverre speelt dat nog? Ja, dan gaan is eigenlijk achterlating. Is eigenlijk als een kind bijvoorbeeld, of meestal jongeren, die dan helemaal het verkeerde pad op zijn gegaan en dus niet, de ouders weten dus niet wat ze moeten doen, dan brengen ze diegene weer terug naar land waar ze vandaan komen. Ja. Dus bij deze Somalië bijvoorbeeld, zodat ze weer de cultuur opnieuw kunnen leren en zodat ze weer eigenlijk op rechte pad komen. Gebeurt dat? Gebeurt echt nog steeds. Okay. Ja, ik denk het wel, heel veel zelfs. Ja. En ik vind dat eigenlijk aan de ene kant begrijp ik ook wat ze ermee willen doen, maar het kan ook zo zijn dat weer dat de dames bijvoorbeeld, stel het is een dame die dan terug wordt gestuurd naar Somalië en niet besneden is, dat ze dan ook misschien besneden kan worden. Dus het is ook belangrijk dat ook duidelijk wordt. Eigenlijk dubbele gevaren zijn. Ja. En het kan ook zijn dat diegene bijvoorbeeld helemaal slecht terugkomt. Ja, als een, voor jongens is het al erg genoeg, maar voor een dame natuurlijk, dan zijn nog meer andere gevaren. Ja. De uithuwelijking, besnijdenis, dat zich in het begin niet is gebeurd, dat het nog steeds gaat gebeuren. Yusra, ik vond het zo leuk. Ik ben nog liefst nog een uur met jou in gesprek. Maar ik denk dat er ook waarschijnlijk vragen zijn. Dankjewel allereerst. En echt knap dat je vandaag hier aanwezig wil zijn. En ik denk
voor de jonge meiden die vandaag ook meekijken, dat je echt een top rolmodel bent. En dat ze zich echt wel in jou zullen herkennen om zich ook aan te sluiten in de strijd tegen meisjesbesnijding. Dus nogmaals, hartelijk dank. Dank u wel, bedankt. Ja. Sharina, dan heb ik het aan jou. Ja, nou, dankjewel Roekie en Yusra. Het was echt een heel mooi gesprek. En ook goed om het onderwerp te bespreken met jongeren. En ook vanuit hun perspectief te kijken naar meisjesbesnijdenis. Natuurlijk hoe zij een rol kunnen spelen in de aanpak. Maar ook vooral hoe bereiken wij meer jongeren. En wat hebben jongeren nodig van professionals. We hebben wel een paar vragen in de chat. Ja, even kijken. Hallo. Dan ga ik met jullie doornemen. Even kijken. Zal ik er alvast eentje doen, Sharina? Ja. Sharina, ik zal er alvast eentje opnemen. Want er werd gevraagd bijvoorbeeld door een JXZ-verpleegkundige wanneer het beste moment is om het bespreekbaar te maken. Of dat dan in groep 7 is of bij seksuele voorlichting. Of wat denk jij? Wat denk jij, Yusra? Je had het natuurlijk over dat je op je 15-jarige leeftijd binnen maatschappijles dit onderwerp echt naar voren kwam. De vraag is dan, op welke leeftijd denk je dat het oké is om om het bespreekbaar te maken? Ik denk eigenlijk, je kon het op de basisschool vind ik het een beetje te vroeg. Mm-hmm. Want kinderen zijn eigenlijk kinderen nog. Maar ik denk zodra ze in de eerste klas komen op de middelbare school, dat het misschien mee kan met biologieles of zo. Dat het ook eventueel wordt besproken. Ja, dus eigenlijk wanneer ook de onderwerp seksualiteit aan bod komt, biologie, mannenlichaam, vrouwenlichaam. Ja, dat een beetje erbij, misschien eind van de les, ik kort kunnen bespreken over... niet zozeer dan in biologieles, maar dat het vanaf die leeftijd eigenlijk... Bespreekbaar. Ja, dus vanaf 12 jaar ongeveer. Ja. Oké, dankjewel. Er was nog een vraag van Iris. Als je jeugdverpleegkundige krijg je een melding als een jongere uit het risicogebied komt, waar VGV voorkomt. En aan hun is dan de taak om dit met de jongeren te bespreken. En hebben jullie tips hoe je dit het beste kan aanpakken? Ja, de preventiekant. Dus... Zal ik daarop antwoorden? Ja. Ja? Dan mag jij vanuit jouw perspectief ook dingen toevoegen. Als het gaat om de preventiekant ervan, denk ik dat het heel belangrijk is dat ouders natuurlijk... ik zeg altijd, het is heel belangrijk dat cultuursensitief wordt gewerkt. Dus dat er ook wel iemand vanuit de gemeenschap of een zelforganisatie en zo... ook later aangekoppeld wordt, of een sleutelpersoon vanuit de organisaties dan, VAROS of EFSAN, die met de ouders mee kan draaien. Maar als het gaat om de eerste stap, om dan dit onderwerp de ouders te vertellen, denk ik dat het heel belangrijk is dat de wetgeving wordt gedeeld. Dus dat er wordt gezegd van, oké, in Nederland zijn bepaalde... Is er een wetgeving over meisjesbesnijdenis en dit zijn de strafrechtelijke, er zijn de straffen die in Nederland, dit is eigenlijk de wetgeving, excuses, ik kom niet even uit mijn woorden, hele droge mond. Dit is de wetgeving in Nederland, allereerst om mee te beginnen, want je wilt de ouders wel op de hoogte stellen. Maar tegelijkertijd ook dat ze de verklaring tegen meisjesbesnijdenis ook meekrijgen. Ongeacht of de ouders voorstanders of tegenstanders zijn van meisjesbestrijders. Ik denk dat dat de eerste stap is om het jonge meisje te beschermen. Maar tegelijkertijd ook dat er wordt gesignaleerd dat de ouders dan ook gekoppeld worden aan een zelforganisatie of een gemeenschap die bij hun actief is, of het nou een sleutelpersoon is, die dan verder in gesprek kan gaan op een laagdrempelige manier met de ouders. Om dan echt de signalen naar voren te halen. Dus soms kan het zijn dat de ouders compleet tegenstanders zijn, maar dat ze zich heel snel gestigmatiseerd worden of zich voelen. Dat is het helemaal niet. Maar dat ook de drempel verhoogt voor ouders om überhaupt
dit onderwerp verder te willen bespreken. Ik weet niet of dat antwoord geeft op de vraag van Iris. Ja, dankjewel. Ja, dat is toch wel nuttig. Maar ik vroeg me ook vooral af, want meestal krijg je een melding van oké, dit is een meisje waarvan de moeder of het meisje zelf uit een land afkomstig is waar dat gebeurt. En dan bespreek je dat dus met de jongeren in de spreekkamer. En ik vind het altijd lastig, ook om wat Joshua net aangaf, dat je soms ook al wel gestigmatiseerd voelt op het moment dat ik over meisjesbesnijdenis begin. Dus ik vind het altijd een lastig onderwerp om te bespreken. Dus of jullie ook een tip hebben van hoe kan je dat dan met een jongere in eerste instantie ook gewoon goed bespreken, als je eigenlijk nog helemaal niet weet of dat dat ook daadwerkelijk speelt bij een jongere in de familie. Ja, dan heb je over het gesprek alleen met de jongeren. Ja, ja. Ja. Hoe zou jij het willen dat het met jou wordt besproken? Ik zou vooral niet te veel niet bestempelen als we weten dat ze dus besneden is. Maar meer vertellen van dat het heel vaak, of het komt nog steeds voor. Ze is zeker niet alleen. Je bent dus niet alleen hier. En dat het ook niet haar keuze is. Dus eerst eigenlijk een beetje goed gevoel geven door. Zonder dat je dan een stempel opzet. En dan misschien voelt diegene zich een beetje gehoord en dan een beetje open om erover te praten. En dan aan de hand van dat kan je eigenlijk. Ja, maar ik denk ook heel direct de vraag kunnen stellen van, komt meisjesbestrijdenis voor binnen jullie familie? Want ik weet dat het in Somalische gemeenschappen de hoogste cijfers zijn. Dus grote kans dat het wel voorkomt, maar dat je echt direct de vraag durft te stellen van, komt meisjesbesnijdenis voor bij jullie? En dan, als ze dan zeggen van dan let je eigenlijk op heel veel andere signalen. Dus dan moet je ook kunnen peilen van in hoeverre ze dan echt de waarheid vertelt. Of dat ze zich nog niet durft open te stellen. Maar als professional denk ik dat het heel belangrijk is om bepaalde signalen op te pakken. Niet alleen de woorden ervan, maar ook een bepaalde gevoel wat je dan erbij hebt. Of een bepaalde houding wat ze dan heeft. Maar dat je ook zegt van mocht het wel zijn gebeurd, er zijn bepaalde gezondheidsklachten dat je daarover hebt, maar dat je ook de risico's zegt van de kans is dan, de risico's zijn er gewoon, maar gewoon direct de vraag durven te stellen van, komt het voor bij jullie? Ja, dankjewel, dat was inderdaad een goed antwoord op mijn vraag. Ja. Wat is het bij jongeren die het al hebben, waar het is gebeurd? Nee, jongeren die het risico lopen. Oh, die het risico lopen. Ja. Oh, ja. Okay. Die dan misschien, dat is toch Iris, de jongeren die het risico lopen en die dan teruggaan naar Somalië. Ja, klopt. Ja, het gaat echt om mensen, maar bijvoorbeeld ook meisjes uit de Filipijnen. Want daar komt het dan bijvoorbeeld ook wel voor dat als een meisje uit dat land afkomstig is, krijg je eigenlijk meteen een melding van oké, je moet het bespreekbaar maken om kijken of dat het al mogelijk is gebeurd, of dat er misschien plannen zijn om dat te laten doen. Ja. Dus inderdaad echt preventie ervan. Ja. Er bestaat ook een boekje, of ken je die van die we van Jozef hebben gekregen? Een soort van VGV-paspoort of zo, wees. Misschien kan je dat ook meegeven aan de jongeren. Maar dat alleen maar in de risico wordt. Als er risico is, ja, dat ze mee kunnen nemen. Ja, ik moet je helaas weer onderbreken. We zitten al op bijna half drie. Even kijken. Nou, we zijn nu aan het einde gekomen van de webinar. Mochten jullie nog vragen hebben, kunnen ze altijd nog naar Ingrid of Rukio mailen. Ik zet even hun e-mailadres op de slide, kunnen jullie dat even noteren? Ja. Ja. En voordat we afsluiten, wilde ik ook nog mededelen. 3 april volgt onze volgende webinar. En het zou natuurlijk hartstikke fijn zijn als we weer zoveel aanmeldingen hebben. En de aankondiging over de volgende webinar, die volgt nog. Dus we houden jullie op de hoogte. En deze link van de webinar wordt ook ongeveer na een week naar jullie gemaild. En ik wil jullie nogmaals hartelijk danken voor jullie deelname. En tot de volgende keer.